Ja, inmiddels zegt de politie dat het moeilijk is om bezoekers van illegale feesten aan te pakken. Afgelopen nacht was er zo'n feest in Zoetermeer. En zaterdag was het raak in Hilversum met 300 feestgangers uit het hele land. Die werden naar huis gestuurd, alleen een DJ werd aangehouden en een vrouw die een agent probeerde te schoppen. In de bossen langs de snelweg A27 bij Hilversum kwamen de feestgangers bij elkaar. Rond 2 uur 's nachts maakten agenten een eind aan het illegale feest. Volgens de politie is het moeilijk te zeggen of er nu in coronatijd meer illegale feesten zijn. Tot voor de COVID-periode waren er ook feesten. Alleen die waren niet verboden. En daar kwamen hoogstens bij als je daar geluidsoverlast of problemen mee had. En sinds het verboden is en het gevaarlijk is, zie je die feesten wel. Maar dat is heel lastig in cijfers te vergelijken, want voor die periode registreerden we ze ook niet. Staatsbosbeheer zegt dat er nu niet meer feesten zijn dan normaal in de natuurgebieden. En of de feesten dan drukker worden bezocht, ook dat is niet makkelijk te zeggen. Wel worden ze snel opgedoekt, omdat ze opvallen door geluidsoverlast. Het doel van de politie is dan niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen. Als je een feest hebt waar een paar honderd mensen zijn en wij treden dat erop, dan maken we een eind aan die situatie die gevaarlijk is voor de gezondheid. En op het moment dat we dat doen en we kunnen bijvoorbeeld de organisator daarmee traceren, dan kun je die bekeuren. Maar alle 300 dan even fabriceren is geen doelstelling, is ook eigenlijk niet te doen. Door capaciteitsproblemen lukt het de politie niet om individuele bezoekers te bekeuren. De feestgangers komen er dus mee weg. Normaal gesproken wordt er dus wel streng opgetreden. Krijg je, als er 10 man bij elkaar staat, krijgen die gewoon wel een boete. Ja, daar waar we het kunnen, zullen we het ook doen. Alleen het moet praktisch haalbaar zijn. En je moet het doel in ogen houden. En dat is de gezondheid van de mensen daar. En daar moet je zo snel mogelijk zorgen dat ze in een veilige situatie terechtkomen. Het illegale feest duurde in Hilversum uiteindelijk maar een half uur.